Goedemorgen lieve mensen, het is vandaag donderdag en eigenlijk zou ik op woensdag online komen voor een boekentip op woensdag, maar dat is er gisteren helaas niet van gekomen. Ik was ontzettend druk, dus ik denk, nou, dan schuif ik het even een dagje verder en dan gaan we het op donderdag doen. Maakt verder ook helemaal niet uit. Maar mijn tip voor donderdag dus, de boekentip, is mevrouw Ovo van Elma van Haren. En mevrouw Ovo is een afkorting voor de officiële vuilnisobservant. Klinkt heel interessant natuurlijk. Deze vrouw heet eigenlijk Emilia. En ze zit 3 avonden in de week bij het vuilnis. Om te kijken of er bruikbare spullen bij zitten die een tweede kans verdienen. Emilia of mevrouw Ovo, wat ze wil zelf dat iedereen haar mevrouw Ovo noemt. Brengt de bruikbare spullen naar haar huis en ja, ze doet er verder niks mee. Dus op een gegeven moment is haar huis zo vol met spullen dat ze een plan moet bedenken. Ze besluit dan ook van dat al die voorwerpen die ze in haar huis heeft verzameld, het is echt een obsessie geworden, die moeten een tweede huis gaan vinden. En dat wordt haar doel. En tijdens haar zoektocht voor voorwerpen die een tweede kans verdienen, ontmoet ze Mr. Chris, als ik het goed uitspreek, en Chris. Dus de twee namen die lijken heel erg op elkaar. En beide mannen zijn op hun eigen manier betrokken bij, als hulpverlener bij de stad. Want de stad staat eigenlijk in vuur en vlam, om het zo maar te zeggen, door een gijzeling en verschillende vechtpartijen. En Emilia raakt daarbij betrokken bij de gebeurtenissen in de stad. Die elkaar heel snel opvolgen en ze komt langzaam ook, of wij lezers komen langzaamaan erachter dat haar verleden een hele grote rol heeft bij de gebeurtenissen die op dit moment in de stad voorkomen. Dus wat zal er van haar terechtkomen? Dat is de vraag van het boek. Het is misschien wel een soort actieroman om het zo te noemen, want de belevenissen van Emilia volgen elkaar ontzettend snel op. En haar avonturen gaan ook alle kanten op. Dus het heeft ook wel een beetje een thriller aspect in het boek. Het verhaal verveelt niet. Het blijft altijd levendig. En ook de manier waarop Elma van Haren, de schrijfster, de gedachtegang van de hoofdpersoon heeft beschreven is heel bijzonder. En soms bestaat die enkel uit waarnemingen van haar omgeving, maar ook over haar verleden. Het verleden speelt gewoon een hele belangrijke rol in het boek. En eigenlijk door al die aspecten met elkaar te verbinden, lijkt het verhaal ook een beetje op een sprookje. Dus dat maakt het boek ook zo bijzonder. Een ander positief element aan het verhaal is dat de schrijfster kritiek op de samenleving heeft verwerkt in haar boek. Dat gaat bijvoorbeeld over het verpakken van plastic, maar het gaat ook veel verder. Daarvoor moet je wel goed lezen, dus je moet wel. Je kan niet te snel lezen, anders lees je eroverheen. Maar de roman gaat vooral over de vraag hoe we met elkaar omgaan. En dat is tegenwoordig een hele belangrijke vraag, vind ik. En het is daarom fijn dat romans deze vragen behandelen of zelfs beantwoorden. Van Haren laat de lezers ook nadenken over verschillende aspecten van de samenleving. Van hoe we met elkaar omgaan, maar ook hoe het verleden nog steeds de toekomst kan beïnvloeden. Hoe je eigenlijk buiten de samenleving komt te staan door je eigen verleden, door hoe je tegen de samenleving aankijkt, etc. Dus naast dat de roman heel humoristisch is, is het ook aangrijpend, heel maatschappelijk. En het is gewoon een hele bijzondere roman. En daarom raad ik jullie aan om deze roman te gaan lezen. Denk ook na over de verkeerde keuzes die je in je leven kan maken. Daar gaat de roman ook over. Dus heel veel aspecten aan de roman zijn goed. En ik hoop dat jullie het boek gaan lezen. En volgende week ben ik weer op woensdag online met een volgende tip. Dus ik hoop dat jullie daarbij ook online live bij zijn. En dat jullie mij ook laten weten in de comments welk boek jullie nu aan het lezen zijn. En of je nog een boekentip van mij hebt. Nou, ik wens jullie een hele fijne donderdag toe en ik zie jullie snel. Doei!